De Groene Ezel helpt Sinterklaas met een speelgoedbeurs dit jaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat vraag ik aan de bedrijfsleider van De Groene Ezel. Nou, wat je hierbij moet voorstellen is een beurs met allerlei spullen die wij in de loop van het jaar hebben verzameld. Aparte dingen die meestal in de winkel niet een plekje kunnen vinden. Of omdat ze veel te duur zijn of veel te bijzonder. En die hebben we bij elkaar de afgelopen maanden verzameld. En die zijn nu te koop. En te koop, ik had begrepen dat het ergens naar een goed doel ging of iets dergelijks? Die twee doelen, dat is enerzijds de voedselbank. En anderzijds de activiteit van Kennemer College, als ik het goed zeg, de praktijktak. En die doen dat om kinderen te laten leren hoe dat is voor kinderen om geen Sinterklaas te kunnen vieren. En om dan samen ervoor te zorgen dat ze wel Sinterklaas kunnen vieren. Dat is meestal dan voor gezinnen die het gewoon niet zo breed hebben. En die door deze actie in ieder geval ook nog Sinterklaas kunnen vieren met hun kinderen thuis. Oké, nou ja, de instelling is goed natuurlijk, hè, voor mijnzelfde kind. Ja. En de voedselbank, ja. De ene is er twijfels over en de ander niet, want ik las laatst nog weer een stukje dat zegt, het gebeurt ook wel dat er een hoop mensen bij zijn die het nou niet echt nodig hebben. En dat is jammer natuurlijk. Ja, dat is al met al dat soort dingen, hè, dat je dat, ja. Maar voor de rest, wat denkt u er zelf over, hè? Dat kinderen eigenlijk ook tekort komen met de Sinterklaasdagen dit jaar? Zonder meer. En die herrie over dat Zwarte Pieter gedoe, nou, daar word je er niet goed van. Kijk, ik ben zelf katholiek opgevoed en vroeger had je de drie koningen, daar was er ook eentje zwart van, hè? Dat vind ik heel, heel, heel erg goed. Dat heb ik mijn eigen dochter ook altijd geleerd. Je moet, als je uitgeeft, eerst gaan denken van hoe lang moet ik ervoor werken om het te verdienen. En dat vind ik dat je kinderen dat echt bij mag brengen. Nou, dat is een heel goed doel van u. En wat u zelf, koopt u zelf ook wel eens cadeautjes eigenlijk in hier? Ik koop regelmatig cadeautjes voor mijn kleindochter. En het hoeven dan geen dure dingen te zijn. Want dan is het gewoon een leuk aardigheidje van dat oma dat heeft meegenomen. Dus dat is het leukste ervan. Ja, het is vaak ook speelgoed waar maar één keer meegespeeld is of iets dergelijks. Dat is ook heel belangrijk. En voor de verder rest is het gewoon leuk van als je die gezichten ziet van ik heb weer wat gehad en dan word je verwennen, oma. Nou, dat is het leukste wat er is. Dus als ik het ook goed begrijp, dan de baten die hiervan komen, die gaan dus de goede daaraan en worden daar ook cadeautjes van gekocht dus? Ja, er worden cadeautjes van gekocht en dat kunnen zijn gebruikte cadeautjes, dus ook tweedehands artikelen. Het kunnen zijn knuffels, het kan van alles zijn en eigenlijk is het één doelgroep. Want de doelgroep van de voedselbank en de doelgroep van het Kennemer College is dezelfde.